Hallo allemaal, daar zijn we weer. Ik ga vandaag even vertellen wat ik de beste tactiek vind om met Barcelona te spelen. Nou, je ziet hier een opstelling. Gewoon Bravo in doel. Achterin Alves, Piqué, Mascherano en Alba. Daarvoor op het middenveld Iniesta en Busquets. En voorin rechts Pedro, links Neymar. Achter de spits Messi en in de spits Suarez. Dan gaan we eens even kijken bij de instructies. De achterste vier die heb ik gewoon standaard gelaten. Hetzelfde geldt voor de twee middenvelders. Voorin heb ik staan Pedro, die mag gewoon de vrijheid nemen om te doen wat hij zelf wil. Hetzelfde geldt voor Neymar en ook hetzelfde geldt voor Messi. Het zijn bij Barcelona allemaal slimme spelers, dus ga ik er een beetje vanuit dat ze wel weten wat ze doen. En voorin heb ik Suarez en die heb ik staan op druk zetten op de achterste linie. En ren naar voren achter de verdedigende linie, zodat er wat mooie steekpaasjes kunnen komen en dat Messi daardoor wat ruimte krijgt om lekker te voetballen. Dan heb ik nog een tactiek. Ik gebruik een eigen tactiek die ik in heb gesteld. Nou, opbouwen, de snelheid van de waarmee de opbouw verzorgd wordt, die heb ik op 80 staan. De passer die staat op 50, dus niet te kort en ook niet te lang. Passen creëren en het risico nemen met de passen, die heb ik op hoog staan. Dat komt doordat die drie die voorste spelers alle vrijheid hebben, waardoor ze dus ook gewoon lekker kunnen lopen en waardoor je goede passes kan geven. Nou, voorzetten die heb ik iets minder hoog staan. Schieten heb ik op 75 staan. Want je moet natuurlijk wel met je loopacties ook schoten kunnen creëren. Druk heb ik op 100 staan. Ja, dat is natuurlijk echt Barcelona zo hoog mogelijke druk. Zo snel mogelijk de bal weer veroveren. Zodat men voorin weer gevaarlijk kan worden. Agressie heb ik ook vrij hoog staan. Op 60. En de breedte van het team ook op 60. En de verdediging op buitenspelval. Ja, er staan op zich niet heel veel verdedigers in. Dus als ze dan lekker op buitenspel kunnen spelen, is dat mooi. Het enige gevaar is wel, ja, als ze er een keer niet goed stappen, dan is de tegenstander ook weg. Met Mascherano en Piqué heb je niet hele snelle verdedigers. Maar goed, ik hou wel van een beetje risico op zich. En aanval is de beste verdediging, heb ik wel eens gehoord. Dus daar hou ik me dan maar aan vast. Nou, dit is in mijn ogen de beste tactiek voor Barcelona. Ik heb er ook een wedstrijd mee gespeeld. Ja, wel meerdere natuurlijk. Maar onderin de comments of in mijn beschrijving zal ik even een linkje plaatsen met de wedstrijd. En kan je een beetje zien hoe dat speelt. Ik zeg bedankt voor het kijken en later.